In het laatste weekend van juli vond de proefronde van Tiel plaats. U ziet nu een impressie van de dag. Mooie ronde achter de Dennis. Dat was wel speciaal, hè? Achter zo'n brommetje, want die mannen die geven wel gas. Op de rechte stukken bijna 50 per uur en dan heb je aan de achterkant op het plein allemaal bochtjes. Dus dat is wel lastige koersen. Maar ja, in de finale kwam ik er wel goed doorheen. Ik kan goede gang maken, vol gas door de bochten en goed doortrekken op rechte eind. Dus kon ik ook nog winnen vandaag, daar ben ik wel hartstikke blij mee. Het gat is groter geworden en dan krijg je één tegenaanvaller. En dan Stos. 9 seconden. En dan Louder Stendam. En dan Stos. En dan stoppen ze hier helemaal in elkaar. Oh! Hij heeft ze op de knieën gekregen. Hij heeft ze gesloopt. 1-1. We gaan de handen op elkaar brengen. Want hier komt hij, hoor. Hier komt hij. Ja. Kom, Kelderman. Hier komt de winnaar. Welkom, Kelderman. Hier gaan we. Ja, anders ik je nodig iedereen uit zo dadelijk hier bij het schitterende truc. Want daar gaan we huldigen, maar eerst moet alles over de streep komen. Daar komt Willem Stroetinga, gaat over last van de haar heen. En kijkt hem aan en zegt, wat wil jij jongen? Geef eens een applaus bij hier Dylan Groenewegen en de mannen. En ik kan je vertellen dat al man of the match is gekozen. De man met de meeste strijdlust, Henk, het zal je niet verrassen, is de man van Mintek Straatmeubilair op het podium voor Joachim Arizeu. Hier is jullie Wilco Kelderman. Wilco Kelderman. Wilco Kelderman. Ja, ik sta vaak met dat ding in mijn handen, hè. En ik gun altijd de overwinnaar de overwinning. Maar deze overwinning is jou. Door jouw publiek, door jouw organisatie en door ons zo gegund. Ja, dat is mooi. Dat was denk ik een mooie koers inderdaad. Ja, veel aangevallen. Het benen waren goed. Dus, ja, dan ga je weg 10 ronden voor tijd. Wat doe je maar aan? Ja, dat was wel even puffen en zwaar. Dat even heavy, hè? Hoorde ik ook nog van jullie dat ze dichterbij komen. Dus... Ja, de waarheid is hard. Ja, dus dan was wel even afzien. Hè. En dan zijn overwinningen altijd mooi, maar dit is een hele mooie, toch? Ja, zeker. Ja, Tiel kom ik al heel vaak en nog nooit gewonnen hier. Ja, het is gewoon een mooi rondje, dus het is mooi om te winnen. Mooi om te winnen. Mag ik een klein applaus, bescheiden, voor de winnaar van vandaag. Kijk, zie je dat hier? Ga even hier staan, Laurens. We ontmoeten elkaar vorig jaar hier bij de materiaalpost. En toen had jij de krachten van jouw benen iets onderschat en had je een frame volledig aan borrels gereden, dwars door de midden. Ja, die was stuk, ik kwam niet op verder. En... Ja, die was stuk, ja, die was echt stuk. En vandaag had je een betere fiets. Ja, vandaag ging je niet stuk en vorig jaar was ook wel mooi, want ik daar nog eerst aan drinken en nu moest ik afzien. Wat mij betreft tot 2017.